Voor de A1 stond afgelopen weekend de eerste wedstrijd van de kampioenspool in de Eredivisie voor A-junioren op het programma. En het was direct een heerlijke wedstrijd op Varkenoord tegen Feyenoord A1. Een mini-klassieker dus voor de ploeg van Frank Perenboom en Winston Bogarde. Flink wat vuurwerk overgebleven van oud en nieuw, ongetwijfeld. Maar het was vooral de A1 van Ajax dat voor vuurwerk in de wedstrijd zorgde. Hier is de kopbal en het doelpunt meteen. De kopbal is van Walian, hij legt terug en Leon Bergsma kopt Ajax op voorsprong. De A1 dat een uitstekende eerste seizoenshelft kende als nummer 1 de kampioenspool inging. En hier dus op voorsprong komt in het hol van de Leeuw. Doelman Bijlo is gepasseerd. Na rust een vrije trap voor Feyenoord. Maar goed werk van Jeffrey de Lange. De vrije trap van Gustavo Hamer. Nogmaals Feyenoord in actie met Fernandes. Krijgt hem terug Fernandes. Het gaat naar Hamer. Hamer met het paasje naar Fernandes. Dat is een goede bal en de kans voor Roberta. Nou, goed verdedigend werk ook achterin bij Ajax A1. De paas is prachtig, dat moet gezegd. Maar prima verdedigend werk van Conner Bleuten. Marcus Bay naar Dekker. Dekker troeft zijn tegenstander af. Wat geduw en getrek. En hier gaat Dolberg, de man die dus meeging met Ajax 1 op trainingskamp. Hij krijgt een penalty. Een overtreding van Justin Bijlo. En de bal gaat op de stip. Cantino geeft ook nog geel aan Bijlo. En het is een terechte penalty. Walian achter de bal. Normaal gesproken is dat een doelpunt. Maar nu Bijlo met het handje. En Bijlo met de redding. Hij houdt zijn ploeg op de been. Walian mist zelden vanaf 11 meter. Voor de winterstop ook een ontmoeting toen op de toekomst tussen beide teams. Toen werd het maar liefst 5-1 voor Ajax. Nu in Rotterdam iets meer moeite voor Ajax. Feyenoord kreeg een aantal kansen. Hier is Hamer er vandoor. Maar die bal gaat net voorlangs. Dan is er nog een vrije trap. Als we al richting het einde van de wedstrijd gaan. Wegwerken van Dani de Wit. Hamer vangt op. Hamer net naast. De gevaarlijkste man aan Rotterdamse zijde. Dan nog een kopbal op de paal. Even daarvoor raakte Feyenoord ook al de paal. Nu is het Mats Knoester. Die de bal langs de lange kopt, maar niet in het doel weet te krijgen. Daar komt Ajax goed weg. En dan in de slotfase is het Vince Gino Dekker met de beslissing in de wedstrijd. Ajax A1 gaat met 2-0 winnen in Rotterdam. En had het jaar 2016 dus niet beter kunnen beginnen. Een overwinning op Feyenoord. En een overwinning in de eerste wedstrijd van de kampioenspool. Een prima goal van Vince Gino Dekker en Ajax wint dus. Komend weekend wacht de ploeg een nieuwe wedstrijd dan tegen NEC FC Os.